Nietes, welles, nietes, welles, nietes, welles, nietes, welles. Het zei dus zo. Wat? Het leven is één grote cementmolen vol emoties. Ja? Ja, en dat draait maar rond en rond en rond. Word er een beetje misselijk van. Heeft er iemand een tijltje voor Lucien? Wat is er? Ik geloof dat ik gelukkig ben. Jij? Dat kan niet. Nou, ik heb Gilles toch in mijn leven binnengelaten gisteren. En ik ben er nog helemaal vol van. Hey, gadverdamme, wat hebben jullie dan allemaal gedaan? Wij hebben oude foto's van me bekeken. En de rest? Wat voor rest? Nou, we hebben ook een heleboel oude singeltjes gedraaid. En de rest? Ja. Wat is dat dan, de rest? Nou, dat ga ik nu niet vertellen, maar het was wel hartstikke leuk. En Gilles is een kanjer en een stoot. En hij blijft bij mij logeren voor onbeperkte tijd. En de rest. Gaan jullie samen wonen? Nee, we gaan niet samen wonen. Dat vind ik wel zo'n groot woord, hè? Nee, kijk, wij zijn samen en we wonen ergens. En dat is toevallig op hetzelfde adres. Maar kijk, als je weer allebei op een ander adres woont, hè, dan woon je weer zo weinig samen. Dus moet dan maar, hè? Dat is toch niet gek? Nee joh, Ria Bremer is ook getrouwd, dus alles is mogelijk. Nee, jullie hebben gelijk. Ik moet gewoon niet zo moeilijk doen. En gewoon durven te genieten van mijn geluk. Hm? Weet je wat? We doen vandaag de pot dicht. En we doen iets leuks. Ja, ja, laten we gaan risken met bier en bitterballen. Mag jij rozen? Nee, ik bedoel met Gilles. Ik wil iets gezelligs, iets romantisch. Iets wat de hele dag lang duurt. Steengillen. Zeg, wordt er hier niet gewerkt? Nee, ik neem je vandaag mee op een verrassingstochtje. Huh? Een dagje subtropische zwemparadijs met een sauna. Hmm. Oh, daar is de verrassing al behoorlijk vanaf. Nee, ik leg jullie een dagje vrij. Zo, en wie heeft dat bedacht? Moi! Spontane inval. Nou, ik weet niet of ik zo te spreken ben, hoor, over die invallen van jou. Nou, vannacht vond jij mijn spontane invallen hartstikke lekker. Ah, doe nou, gillebeest. Nou, oké. Nou, goed, waarom ook niet. Goed, nou, oké, we doen de pot een dagje dicht, hè. Wat kost dat nou helemaal? 1750 gulden. Is toch helemaal geen geld, hè? Om een dagje naast mijn geliefde in een whirlpool te zitten. Jullie hebben echt een smaak voor elkaar te pakken. Nou, even check hoor. Verrukkelijk. Kom op, man. We gaan inpakken. 1750 gulden? Nou ja, ik lijk wel gek, hè? Nou, dan gaan we wel samen onder één zonnebank. Oké. Okay. Hey, waar ben je? Stel je niet aan. Oh jee. 1750 gulden om van top tot teen te verbranden. Ik ben de duurste baklap van de hele Tweede Tuin Dwarsstraat. Ja, eigen schuld. Had je maar niet in slaap moeten vallen onder die zonnebank. Nou, je had me toch om kunnen draaien? Nee, ik had een heel diepzinnig gesprek met die badmeester. Ja. Of mag dat soms niet meer? Nou ja, sluit je even af. Ja. Nou, volgens mij heb jij de sleutels. Hè? Maar hoe zijn we dan binnengekomen? Nou, door de deur. Die was open. Hoe bedoel je? Ja, die was open. Ja, nou, maar die hoort toch afgesloten te zijn? Ja, tuurlijk, maar misschien zijn Frits en Tries het vergeten. Ja, omdat jij dat altijd doet. Hè? Dat is jouw verantwoordelijkheid. Nou, we gingen vanochtend als eerste weg. Dan had je dat over moeten dragen, hè? Kijk, als je de verantwoordelijkheid hebt, dan heb je de verantwoordelijkheid. Wat een open deur, zeg. Ja, nou, mag ik ook een keer? Nou, daar ben je dus ook mooi klaar mee. Hè, zeg je? Ik zeg niks. Jawel, je zit te mompelen. Ik mompel niet. Dat stomme gezicht. Gillebeest. Als jij kwaad bent, mag je dat heus wel hardop zeggen, hoor. Ik ben niet kwaad. Jawel, jij vindt mij een onverschillige oetlul. Oh, zeg ik dat? Nee, want dat kan ik net niet verstaan, hè, want je zit te mompelen. Ik mompel niet. Hele beest, je bent duidelijk geïrriteerd. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Hè, maar als wij samen wonen, moeten wij eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Hè? Moet de ene aan de andere ook zijn kwaadheid durven tonen, hè, zodat die andere daarop kan reageren. Oké. Goed. Hè, als jij het dan per se wil weten. Ik vind het ongelooflijk stom van je dat je die deur openlaat. Terwijl je weet dat er hier voor een kapitaal aan spulletjes staat die allemaal door mij zijn betaald. Hè? Jij bent een koe. Je hebt stront in je hoofd, hè? Jij bent een koe met stront in je hoofd. En wou meneer daar misschien nog op reageren?
Nou ja, kwaad zijn vind ik helemaal niet erg. Nee. Maar dit weet ik dus niet, hè? Dat je om zoiets onbenullig zo kwetsend kunt zijn. Ik denk dat we dat samenwonen maar even moeten uitstellen. Echt god, Lucien! Het is toch totaal overbodig, man, als je je kwaad de druk maakt om niks? Je lijkt Karel wel zeggen, er is bovendien helemaal niks gejat. Laten we nou maar naar boven gaan. Nee, dat doen wij niet. Ik haal wel naar boven, ik haal je spulletje mee op je eigen adres logeren. Oh, nou, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Dat kan mij niks schelen, want wij wonen niet meer samen. Huh? En heb jij die stereotoren op een andere plek gezet? Nee, natuurlijk niet. Hoezo? Dan is die gejat! Ik ben zo snel mogelijk gekomen, maar ik moest even iets aanschieten, want ik slaap altijd in Eva's kostuum. Gadverdamme, dat wil ik helemaal niet weten. Ja, dat is een kijkje in de wereld die Irma heet. Ah, wat jammer. Wat? Ik had even de vage hoop dat ze Patricia hadden meegenomen, maar ze zitten nog. Hebben jullie echt niks gemerkt? Nee, ik niet. Hoeveel lepels hadden we? Hoeveel zijn er nog? 31. Oh, kind zat. Zegt Lucien er eigenlijk niet? Ja, dat kan me geen reet schelen. Ik wil weten wat er gestolen is. Hè? Ik wil zo snel mogelijk mijn spullen terug. Hier zijn ze. Dankjewel. En je wasgoed krijg je morgen. Vindt u het hier ook ineens zo koud? Ja, misschien heeft Lucien boven ook een deur open laten staan. Zal ik durven? Ja, nou voel ik het ook. Helemaal kippenvel. Ja, maar dat is normaal op jouw leeftijd. Nou ja, ik ga hier dus niet weg voordat ik weet wat er gestolen is. Anders weet ik niet wat ik aan de verzekering moet opgeven. Misschien is het het werk van die bende. Wat, welke bende? Ja, dat stond in de krant. De binnenstad wordt geteisterd door een jeugdbende. Jochies van een jaar of vier die overal inbreken. Jochies van vier? Ja, nou ja, in ieder geval worden ze elk jaar jonger. Bij die oude vrouw aan het eind van de straat is 22 keer ingebroken. Die vrouw die zit nou in de hoek van de kamer op het laatste bijzettafeltje met een dubbelloop jachtgeweer. Ja, je hoort het steeds meer, hè? Zelfs in je eigen huis ben je niet meer veilig. Al doe je 10 sloten op je deur, ze komen er nog in. Ja, zeker als je ze niet op slot doet. Nou, Frits, ga jij even naar boven kijken? Naar boven? Ja, hè, om te kijken of er iets gestolen is. Denk je dat ze boven zijn geweest? Dat weet ik niet en daarom gaat hij kijken. Nou, je wordt bedankt hoor. Ik kom net van boven, ik had wel vermoord kunnen zijn. Maar doe toch niet zo idioot, die zijn al lang weg. Ja, dat weet je niet. Misschien hebben ze ons horen aankomen en hebben ze zich ergens verstopt. Goed, dan ga ik wel naar boven. Hè? Doe ik alle kasten op slot. Patricia, jij doet verder met Luus de keuken. Irma, Frits, jullie kijken verder even naar het restaurant. Ja? En niks aanraken, want anders wissen we alle vingerafdrukken uit. Oh, wat weet jij er opeens veel van? Ja, ik kijk altijd naar Tatort. Oh, ik vind jou meer iemand voor de Alte. Hé, wat doe je nou? Ze kunnen overal zitten. Ach, die zijn toch al lang weg. Hè? Kijk jij maar even in de koelcel. Nee, die is dicht. En van binnenuit kun je hem niet openmaken. Dus stel dat ze erin zitten, dan bik ik ze morgenochtend wel los. Je moet niet zo zeuren. Ja, sorry hoor. Ik vind het gewoon geen prettig idee. Dat je daarboven ligt te slapen, dat er iemand binnenkomt en dat hij je neersteekt. Je maakt je druk om niks. Nee, je hoort tegenwoordig de gekste dingen. Kijk, vroeger sloegen ze gewoon het ruitje in bij de voordeur. En dan grepen ze het eerst het beste waar ze bij konden. Dan gingen ze weer weg. Ja. Daar kon je inbrekers aan herkennen. Die hadden een hele huis vol staan met paraplubakken. Denk je dat ze terugkomen? Ach, dan stamp je maar op de grond en dan roep ik Frits wel. Ja, hallo, zeg, tegen de tijd dat die boven is, ben ik al geprimeerd. Nou, Patricia, waarom ga je nog niet even serieus in op wat ik zou willen zeggen? Dat gaan ze niet. Daar heb je hersens voor nodig. Ah, daar ben je. Ik dacht al, wie had er nou een ovenwand? Ja, Irma, kan ik even serieus met jou praten? Moet dat? Jawel, jij weet vast wel hoe ik me voel, hè? Kijk, jij woont ook alleen, er is bij jou ook een keer ingebroken. Ja, ik vind het toch veel aangrijpender dan ik dacht. Ja, er is toch op een brute manier een soort aanslag gepleegd op je veilige leefcirkel. Ja, het is net een beetje of ik verkracht ben. Dus er is bij je ingebroken en je voelt je alsof je verkracht bent. Ja. Wat moet je dan voelen als je verkracht bent? Alsof je getroffen wordt door een meteoriet? Nee, maar mag het er toch even over hebben om het te kunnen verwerken? Nee, je moet je mond houden. Jij weet helemaal niet hoe het is om verkracht te zijn. Een goede vriendin van mij is ook verkracht. En die hoor ik er nooit meer over. Oh nee? Hoe kan dat dan? Die is geëmigreerd naar Canada. Boven is ook niks weg, maar... Ik heb wel de indruk dat ze bij Lucien in zijn penthouse zijn geweest. Echt? Ja, glazen deur stond open. Of heb je die zelf open laten staan? Nou, dit is ook zo inbraakgevoelig, hè, zo'n glazen deur. Het is alleen maar glas met een slot. Je kunt zo naar binnen. Joh, stel je toch niet zo aan? Nee. Je hoort steeds ergere dingen, hoor. Vorige week, hè, in Twello, een echtpaar van boven de 70... is 36 uur lang vastgebonden geweest aan een beddenpoot. Wat kun je daar tegen doen?
niet in Twello gaan wonen. Nee, ik ben echt een beetje bang. Nou, goed, hè, weet ik het goed gemaakt. Kom ik gewoon weer bij je wonen, hoef je nergens meer bang voor te zijn. Dat wil ik niet. Onclear. Huh? Zeg, Gilles. Hoe denk jij eigenlijk dat geld van de verzekering terug te krijgen? Nou, gewoon. Net als iedereen, hè. Formuliertje invullen en dan 2 jaar gaan zitten zeiken totdat je het krijgt. Nou, dan kun je dus befluiten. Want je hebt geen sporen van braak. Ik wil wel even overgeven op de voordeur, Mats. Nee, kijk, als een inbreker geen sporen van braak achterlaat, dan wordt hij niet uitgekeerd. Er moet glas op de grond liggen of de deur moet uit de sponning zijn getrapt. Dan moet een vrachtwagen half in je restaurant staan of zo. Anders konden ze blijkbaar gewoon zo naar binnen wandelen. Ja, nou, dat konden ze hier ook. Maar dat maakt niet uit, want als de heren sporen van braak willen, dan krijgen zij toch sporen van braak. Ik sla van een ruitje in. Ja, ik wel het glas aan de verkeerde kant. Hè? Hoe bedoel je? Ja, dat heb ik gezien bij inspecteur Mors. Stel je voor, je bent een inbreker. Je staat buiten op de stoep. Je slaat een ruitje in. Waar komt dan het glas terecht? Oh! Oh ja! Wacht even. Frits, dat kan je toch niet maken? Wat niet? Nee, dat is toch oplichten van de verzekering? Helemaal niet. Ik bedoel, zo krijg je in ieder geval het geld waar je recht op hebt. Hè? Ik bedoel, mensen jaar in jaar uit een premie laten betalen en dan allerlei lullige regeltjes opstellen, zodat je ze niet hoeft uit te keren. Ik bedoel, dat is pas oplichten. Hè? Als jij al die jaren dat geld van die premie opzij had gelegd, dan had jij nu een complete fidiwol kunnen hebben. Ja, en die was dan ook gestolen en die had ik dan mooi niet teruggekregen van de verzekering. Nee, want een fidiwol krijg je van zo lang zal zijn leven de deur niet uit. Wat moeten wij hier in godsnaam met een fidiwol? Dan nemen we de bevalling op. En als we nou een keer late gasten weg willen pesten, dan hoeven we alleen maar die band op te zetten. Het ziet er heel overtuigend uit. Dank je wel, Frits. Nou, kom op, laten we nou de politie maar gaan bellen. Ja, nee, zeg, ben je gek? Ik bedoel, dit is nog niks. Beetje inbreken gaat echt wel een beetje tekeer, hoor. Dat zijn niet van die zachtaardige typen zoals jij en Lucien. Hé? Nee, laat mij maar even. Zo. We zijn binnen. Waar zou het geld zijn? In die bloempot misschien? Nee. Zo. Nee! Huh? Even Apeldoorn bellen. En hopla! Gelukkig heb ik meer verstand van inbreken. Foutje, bedankt. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ah, nee, die niet. Waarom niet? Vind ik een rot reclame. Nee, 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 nee. Oh, nou, nee hoor, zo is het nou echt wel genoeg. Je krijgt alles terug van de verzekering. Oh, dan kunnen we dat monsterlijke ding eigenlijk niet weggooien. Nee, 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 nee. Stop, 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 stop. Zo is het genoeg. Nou. Nou, laten we nou de politie maar bellen. Gilles, ik heb nog een idee. Ja, ik weet niet of ik dat nog wil horen. Jawel, jawel, dat is essentieel. Kijk, dieven die er zo'n bende van maken, die gaan echt wel met meer naar huis dan alleen de stereo-installatie, hoor. Ja, die nemen alles waar ze geld voor kunnen maken. Hè? Dus, waarom jatten wij niet meteen het espresso-apparaat en de citruspers? En de magnetron. En de blender. En de ijsmachine. Hè? Hebben Patrice en ik een leuke aanvulling op onze uitzet? En ik dan? Jij mag de staafmixer. En de verzekering betaalt, dus jij hebt allemaal nieuwe spullen voor, nou, 250 gulden. Mm-hmm. Wat? 250 gulden? Ja, dat kost het om ervoor te zorgen dat ik mijn mond niet voorbij praat. Oh, nee, maar dan weet ik het veel beter gemaakt. Hé, jij betaalt mij 250 gulden en kan je meenemen wat je wil. Hé, waarom moet dat nou? Jij bent rijk, wij zijn arm. Doe het dan voor niks met gesloten beurs. Nou, nee. Nee, joh, dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen, hè? Hoe denk jij dat ik zo rijk ben geworden? Mag ik in termijnen betalen? Goed, maar wil ik wel een onderpand. Oh, is betrouwing goed? Frits! Oh. Ja, wil je die spullen hebben of niet? Nou, hier, heb je mijne erbij. Ja, goed. Nou ja, maar als de politie het pand doorzoekt, dan mogen ze natuurlijk helemaal niks vinden. Oh, huh? nee, ik zet het wel zo lang buiten, in een steegje, hè? In een paar vuilniszakken. Oh, ik krijg nog wel 3 gulden van je. Voor de zakken. Wat?
Ja, bijna klaar. Frits, wat vind jij nou? Zeg, waar zijn die dingen om het mee dicht te maken? Hè? Oh, daar rechtsonder, daar beneden. Frits, nee, wat vind jij nou, hè, van het feit dat ik Gilles de deur uit heb gezet, hè? Nu met die inbrekers. Ja, wacht even. Ja, het heeft natuurlijk zijn voordelen, hè? Samenwonen. Bijvoorbeeld als je allebei naar de supermarkt gaat, dan kan die ene alvast met het karretje in de rij gaan staan, terwijl die andere nog vlug wat boodschapjes haalt, hè? Maar aan de andere kant is er natuurlijk een ontzettende aanslag op je privacy, hè? Want die andere gaat toch weer met zijn poten aan je ondergoed zitten. Alhoewel, nou ja, Gilles is natuurlijk geen inbreker, hè? Nee, want Gilles ken ik. Ja, ik ken hem niet zo goed als Karel. Maar Karel heeft tenslotte 14 jaar gekend, hè? Maar ja, maar toen Karel wegging, heeft hij wel alles meegenomen, hè? Ook mijn spullen. Eigenlijk ben ik tot nu toe het meest bestolen door Karel. Snap je? Nee. Nee, kijk, toen ik vanochtend wakker werd, hè, toen dacht ik, kijk, nu hoef ik nooit meer alleen te zijn. En nu? Nu heb ik niemand. Goed, kunnen we nou eindelijk de politie bellen? Ja, de buiten is buiten. Zeg jongens, luister eens. Nee, Lucien, we zijn bezig. En allemaal goed luisteren, want iedereen moet straks precies hetzelfde verhaal kunnen vertellen. Ja. En ik wil dat er even iemand naar mij luistert. Nee! Oké. Ja, wat doe je nou? Haha, zo zien jullie mij wel staan, hè? Nee, we zien helemaal niks. Nou, doe die stop erin. Alleen als er iemand naar mij luistert. Oké, ik offer me wel op. Doe die stop er dan in. Lucien. Kom. Ga nou eens even zitten, hè? Lucien. Weet je wat mijn opa altijd tegen mij zei als ik bang was? Nee. Kijk, die man die had een hele rustgevende kijk op het leven. Hè? Als die ergens bang voor was, dan ging hij in een stoel zitten, bij de open haard, met een goed glas cognac. En dan dacht hij aan al die dingen in zijn leven waar hij bang voor was geweest. Hij gaat over. En dan pakte hij de krant en dan keek hij naar zijn aandelen en dan wist hij dat er niks was om bang voor te zijn. Ja, hallo, met de Vlaamse pot. Ik wil aangifte doen van een diefstal. Goed. Wij maken hier een rapportje van. Komt u dat morgen even tekenen? Ja, is goed. En kan ik een kopietje krijgen van het rapport, hè, voor de verzekering? Ja hoor, uiteraard. En als u dat dan samen met de aankoopbonden naar de verzekeraar stuurt, krijgt u zonder probleem uw geld terug. Oh, god ja. De bonnen. Luus, Luus, pak jij eens even. Hè? Ja hoor, mag niks zeggen, maar mag wel van lopen, jongens, spelen. Jo, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat zijn bonnen van dit jaar. Ik moet die oude mappen hebben. Die zetten bij elkaar in een doos. Oh, bedoel je die van Karel? Ja. Die heb ik weggegooid. Ja, ik wou een frisse start. Wat? Dus de... Nou, daar zijn we dan mooi klaar mee, hè? He, dat betekent dus dat ik gewoon naar mijn centen kan gaan zitten fluiten. Maar ja, de schade valt toch wel mee? Huh? En die ruit krijgt u van de glasverzekering. Als u tenminste een glasverzekering heeft. Ja, tuurlijk. Ik heb de premie keurig aan het begin van het jaar betaald. Bedoel je deze accept girokaart? Die zou jij toch op de bus doen? Ja, maar af en toe een beetje vergeten. Nou, je mag blij zijn dat die aardige manieren van de politie hier zijn, hè? Anders had ik eigenhandig een knoop in je nek gelegd. Goed, wij moesten maar eens gaan. Nee, oh, heren, nee, alsjeblieft, wacht even. Zou u alsjeblieft even willen kijken naar mijn glazen uitbouw? Want die vind ik namelijk ook niet veilig. Kijk, ik heb namelijk geen voordeur. Dus als ik iets hoor, het enige wat ik kan doen is mijn hele inboedel in het trappengat gooien. En ja, ik ben toch een beetje ongerust na die insluipers van vannacht. Mm-hmm. Maakt u zich geen zorgen, hoor. De politie is om u te helpen. Oh, is dat een nieuw beleid? Frits. Zet die spullen maar weer terug, hè. Ik laat de politieagenten zomaar door de voordeur uit. Nee, die spullen zijn van ons. Ja, die heb je aan ons verkocht voor 253 gulden. Ja, in de verwachting dat ik alles terug zou krijgen van de verzekering. Hè? En aangezien dat niet het geval is, valt alles automatisch terug aan mij. Kijk, het zijn mijn spullen, zet ze terug in de keuken. Dan wil ik mijn trouwring terug. Nee, want daar betaal ik de schade van die jij hebt aangericht. Godsamme! Dat zou ik niet doen. Dat kost je nog eens 650 gulden. 120 gulden. 55 gulden.
tientje. Kost dit? 50 cent. Goh, weet je dat het al heel lang geleden is dat ik om 7 uur 's ochtends niet in mijn bed lag? Oh, ik dacht altijd dat jij om 6 uur opstond. Waarom? Nou, je hebt toch wel een paar uur nodig om die rimpels weg te plamuren. Wacht maar tot jij een kind gebaard hebt. Gilles? Huh? Wil jij nog wat meegeven aan het grof vuil? Nee, hoezo? Nou, ze rijden net de straat uit. Met alle spullen. Wat? Wat doe je dan hier, man? Ren er dan achteraan. Ja, het zijn mijn spullen niet, hè? Ja, de beste beveiliging is dus eigenlijk als het makkelijker is om het pand naast het wiel in te breken. Ja, ja. Eigenlijk zou ik een sticker op het raam moeten plakken van... dit huis is beter beveiligd dan dat van de buren. Dat is een idee. Ja. Waar is meneer Van Zutphen gebleven? Oh, ja, die was zo gefrustreerd, die zegt we gaan rennen. Wij gaan er maar weer. Weet u zeker dat u mij niet even mee wil nemen voor een verhoor? Hoezo? Ik zal het maar bekennen. Ik heb het gedaan. Ik dacht het niet. Ja, jawel. Als er iemand in staat is om ons te belazeren, zij het wel. Zij is hier natuurlijk met een kruiwagen vol spullen het huis uitgereden. Heeft u een kruiwagen? Ik zeg niks meer. Neem me maar mee. Sla me maar in de boeien. Nee hoor, dank u. Er zijn verdachten genoeg. Ik zag mezelf al in de krant bij het Binnenlands Nieuws. 2 agenten totaal uitgeput, aangetroffen langs de A1. Kun je weer door de trap, gaat weer naar buiten. Wat heb je nou? Hè? Nou, is het omdat ik kwaad op je ben geworden? Dat wou je toch? Daar gaat het mij niet om. Ik probeer de hele tijd al duidelijk te maken dat ik ergens bang voor ben. En jullie doen alleen maar van, heb je weer die stomme nicht met dat gezeur. Hè? Maar die stomme nicht heeft toevallig ook gevoelens. Hè? En niemand wil gewoon weten waarom ik bang ben. Nou, vertel het dan aan mij. Ach, dat wil je toch ook niet weten? Natuurlijk nee, wel. Nee, joh, nee, jij neemt mij niet serieus. Nou, wat wil je nou? Ik wil iemand hebben die mij nu begrijpt. Ja, maar hoe kan ik je nou begrijpen als je me niks vertelt? Hè? Nou, kom. Kijk, het is nu bijna een half jaar dat Karel bij mij is weggegaan, hè? Welke Karel? Karel, van wie jij het restaurant hebt gekocht. Karel, die ik 14 jaar lang heb gekend. Oh, die Karel. Ja, die Karel. Sinds Karel is weggegaan, heb ik het gevoel dat de bodem onder mijn bestaan is weggehaald. Dat ik daar ergens hang te bungelen en dat ik ieder moment naar beneden kan vallen. Ja. Maar waar ben je nou bang voor? Ik ben bang om alleen te zijn. En aan de andere kant ben ik ook bang om weer iets met iemand anders te proberen. Hè? Moet ik weer één voor één als een slechte eigenschappen ontdekken? Moet ik weer een manier vinden om die te verwerken? En... ja, ik weet niet of ik wil weten of jij een ochtendhumeur hebt... of dat jij naar je moeder wil op tweede kerstdag. Nou, hè, maak je nou maar geen zorgen. Mijn moeder is al heel lang geleden overleden. Hè? Nou, en je hoeft ook niet meer alleen te zijn, want ik kom bij je wonen. En mijn slechte eigenschappen, nou ja, die zal ik voorlopig onderdrukken. Hé, huh? Hey. Zullen we dan gaan slapen? Ja. Ja. Hey, heb je dan wel een glaasje water voor me, voor mijn ondergebit? Nee, zie je wel, zie je wel. Dat is een grapje. Hey, dus je vindt goed als ik weer bij je intrek?
Nee. Wij gaan officieel samenwonen. Echt? Oh, wacht even. Oh, huh? Wacht, die andere spullen, dat haal ik morgen wel. Huh?